Hey, hallo daar. Wat fijn dat ik je weer zie. Welkom bij dit vlog. Het is een poosje geleden dat ik hier was, want ik heb een hele poos niet gefietst door allerlei omstandigheden en ik ben vandaag weer begonnen. En ik sta hier weer op een van mijn favoriete plekjes. Ik heb hier al eens eerder een filmpje gemaakt en ik sta hier nu weer omdat ik het wilde hebben over natuur. En de kracht van de natuur. Zoals ik hier sta, is het net alsof ik midden in een prachtig bos sta. Maar als ik de camera een beetje draai, dan zie je daar daar achter mij loopt een grote weg. En nou rijdt er natuurlijk uiteraard net even niks. Maar als ik even verder omdraai en kijk naar dat prachtige bos, dan zie je dat daar achter mij een industriegebied is. En je ziet daar mijn fiets staan langs het door mensen aangelegde fietspad. Ik draai weer om, want ik vind die bosachtergrond gewoon een beetje mooier. En daar wil ik het over hebben, over dat bos, over dat stukje natuur wat hier te zien is. En de vogeltjes die ik hoor fluiten. Ik weet niet hoe het op de camera overkomt, op de microfoon. Maar ik hoor de vogeltjes ongeveer even hard als het geluid van het beroepsverkeer, het vrachtverkeer hier vlak om me heen. En dat geeft op dit moment niet, want die mensen die moeten ook allemaal gewoon aan de werk, net als jij en ik. Maar waar ik het over wil hebben, is over dat stukje natuur hier achter mij. Waar zo heel duidelijk uit blijkt hoe sterk de natuur is als je die zijn gang laat gaan. Vroeger was bosonderhoud iets van alle dode spullen weghalen en de grond aanharken. Maar tegenwoordig, kijk, blijft gewoon liggen wat er ligt. De blaadjes blijven liggen, anders dan in de plantsoenen waar ze wel worden weggeharkt en weggegooid. Hier blijft alles liggen. En als je daar heel erg tussen zou gaan kijken, dan zou je zien dat daar ongelooflijk veel leven in ontstaat. Een grote diversiteit van leven, plantaardig leven, dierlijk leven, micro-organismen. Ja, die kan je met het oog niet zien natuurlijk, maar geloof me dat die er ook zitten. En dat is wat ik zo geweldig vind. Zo'n stukje natuur hier, midden tussen die omgeving met industrie en auto's en noem maar op. Er loopt hier ook nog een treinspoor tussendoor. En die natuur die gaat gewoon zijn gang. Als je de natuur met rust laat, dan gaat hij gewoon zijn gang. En dat geldt hier voor dat prachtige stukje bos. Hier om mij heen. Maar dat geldt ook voor ons mensen. Moeders en baby's. Zwangerschap, geboorte, borstvoeding. Als je daar de natuur gewoon met rust laat. En als je alles gewoon laat gaan zoals het gaat. Dan wordt die natuur opnieuw krachtig. Die natuur die neemt dan haar rechten weer, zou je kunnen zeggen. En die gaat aan de slag. Die zorgt dat dingen lopen zoals ze horen lopen. Dus niet te veel ingrijpen, niet te veel prutsen, niet te veel hannissen, niet te veel denken dat je het beter weet met al je mooie apparaten. Maar gewoon dat moederlijf en dat kind samen met de natuur hun gang laten gaan. En dan komt het allemaal gewoon goed. Net als dat prachtige stukje bos hierachter. Wat tussen de wegen en de industrie en de treinen en de aangelegde fietspaden gewoon zijn gang gaat en een prachtig, levendig bos te zien geeft. Een fijne dag. Dit was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer.